Een hele goede morgen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Een nieuwe vlog met geluid. Ja, dit keer met geluid tenminste. Ja, met geluid. Moeten we opletten. Ja, we hadden dus gisteren wat probleempjes en dingetjes, hebben jullie gezien in de vlog. Maar vandaag gaan we weer alles opnieuw doen wat we eergisteren hebben gedaan. Dus we gaan weer opnieuw deze vlog dan weer opnemen, want ja, we nemen jullie gewoon iedere dag mee. Precies. Dus we gaan vandaag ook weer naar de kermis, ook weer naar Beverwijk rijden, noem het maar op. Maar dan hebben we wel geoefend, hè? Ja, zeker. Dus we weten hoe we de toren moeten bouwen, hoe we alles moeten doen. En we gaan ook eventjes knippen, want dat hadden we toen ook gedaan, dus dat is wel eventjes leuk. Eerst komt er een nieuw product online, daar moeten we foto's van maken. En die foto's, die worden even lastig, want het is een mystery. Maar ik had een idee. Maar dit zijn dus de mystery zakken. Alleen dit zijn de mystery zakken zure matten. Ja, en dan, ja, dit is wel heel lastig uitleggen. Ja. Ja, gewoon een zure mat mystery zak. Gewoon, ik denk een vraagteken op die zak. Ja, maar het is heel lastig. Dus ik dacht, weet je, misschien wel vet, want ik heb er eentje opengesneden. Dat ziet er dan zo uit. En dan haal je die er dus af. En dan zie je dus allemaal verschillende soorten zure matten. Ja. En daardoor heb je dus eigenlijk een hele mystery. Je weet je eigenlijk niet wat erin zit. Je weet de smaak maar ook niet. Maar je ziet wel dat het dus zure matten zijn. En veel ook. Ja. Echt veel. En dat is een beetje het ding, want mensen vinden het heel lastig inschatten. 120 gram zure matten, hoeveel is dat nou? Nu kan je dus dat dan toch nog een beetje zien. Maar je ziet weer niet wat voor, want ja, de meesten kijken alleen maar plaatjes. Die lezen niet echt de titel. Dus die kopen dan een mystery. We hebben mystery met mix snoep. Die gaan hard. En, ja, die gaan heel hard. Die zijn op. En dus mystery nu ook van deze. Die zijn natuurlijk nog niet op. Die zijn nieuw. Ja, dit is leuk. Dan zien ze in ieder geval wat erin zit. Ja, in ieder geval iets. Je denkt niet van, het is één zure matje en dat is het. Precies dat, maar dit zijn serieus wel zure matjes. Mensen snappen wel dat het nu verschillende zure matten zijn en niet één soort. Nee, precies. Dus mystery van een soort. Zeven soorten. Dat is leuk. En al die soorten zitten dus hier zo in. Ja, echt mystery. Ja, mystery. De smaken, daar kom je pas achter als je het hebt besteld. Ja, en als, het is echt heel raar. Want ik heb al zo'n zakje getest. Je proeft echt. Is het lekker? Ja, het is heel lekker. Het is echt wel bijzonder snoep. Ja, er zit ook cola zure mat in. Die vond ik echt niet te vreten, want ik hou niet van cola smaak. Dus, je proefde de prik gewoon. Nou ja, dat gelukkig niet, want dan vond ik het helemaal niet meer. Maar nee, cola vind ik echt vies. Ja, cola snoepjes. Nou, maar voor de rest zit er wel wat lekker in. Ja. Die foto's worden dus gewoon gemaakt met de telefoon en een mask. Ik ben het helemaal uit. Witte achtergrond, alles erop en eraan. Het zijn wel echt hele vette zakjes, deze kleintjes. Want er komt echt een heel vet effect vanaf. Ja, kijk dan. Het is echt glimmy hoor. Dat effect is bizar, hè? Heel vet. En dan geen eens een flits, hè? Nee, ja, het kun je nagaan. Ja. Maar kijk, het licht hier al. Kijk, het helemaal glimmy, joh. Het is echt. Ja, maar ook deze zak. Bizar. Hè? Dit is gewoon echt een halve kilo. Is echt een goed gevuld zakje. Ja, het is mega groot. Dus, ja. Dit moet je ook niet in één keer opeten. Nee, echt niet. Echt niet doen. Nou, naar de kermis. Ja. Oh ja, ik zeg wel naar de kermis. Maar het is natuurlijk een vlog. We nemen jullie met van alles mee. Eerst nog dat ding online gooien. Dus op naar de computer. Ik zit hier te kijken, maar we zitten op 441 producten. Dat is echt wel sick hoor. Ik merk wel een beetje dat ik schor aan het worden ben met mijn stem. Maar we hebben 241 stuks al. Dat is wel netjes. Ik ga nu het product dus toevoegen. Hij heet Zure Matte Mystery Mix 120 gram. Trouwens, ik ga even nawegen. Is hij 120 gram? Volgens mij was hij 120 gram. Ik moet even nawegen of dit wel 120 gram is. Het moet meer dan 120 zijn, omdat het zakje natuurlijk ook wat weegt. Maar het zakje weegt volgens mij iets van 2 gram aan. Ruim. 120 is wel meer. Goed gevuld pakje hoor. Is wel meer dan 120. Ja, 140 gewoon. Ja, het is inclusief ook 130 ervan maken. Wacht, ik doe die andere ook eventjes. Hoe zwaar is dat zakje los? 135. Ja, deze. Stukje eruit. 120. Ja, precies. Ja, dus het is een varieer. Laten we gewoon safe doen 120. Want de een is dus wat zwaarder dan de ander. 135. 166. Oh, 140. En meer hebben we er niet, hè? Ik zal een klein zakje pakken, wat dat weegt. Even het zakje wegen. Ik heb hier even een los zakje. Hoeveel weegt dat? 4 gram. Dus we moeten 4 gram eraf halen. 124. Nou, deze is wel zwaarder. En deze is dan weer ietsjes lichter. Maar ja, ook boven de 120. Omdat deze die open is. Ja. 132. Ja, dan dus gaat dat er weer af. Dus ja, ruim 120. Zal ik gewoon 120 doen? 120, dan zijn we 7 en dan heb je ook nog extra. Dus het is altijd leuk. Zullen we het ook een beetje met de 500 gram zakken? Want alles is boven de 500. Ruim. Soms zijn 530, 520, 510. Want ja, om alles nou exact gewicht nauwkeurig af te wegen is ook wel weer een ding. Dus we hebben het allemaal gewoon ietsjes zwaarder. Dus 120 is lekker ruim gerekend. Ik ga hem online gooien voor 1,99. Eigenlijk zou die 2,50 moeten kosten. Maar ik doe gewoon 1,99. Want dan hebben we gewoon echt een hele scherpe prijs voor die zure matten. Heb je echt wel serieuze zure matten? Want we hebben ook andere zure matten te koop. Voor ietsjes prijziger volgens mij. Voor minder aantal gram. Dus dit zijn goede prijzen. Twee versies gemaakt. Ik heb eentje met vraagteken. En eentje zonder. En nu is altijd de vraag, wat is het mooist? Kun je eens komen kijken, Koen? Ik heb gewoon hetzelfde gedaan als alle anderen. Kijk, hier zit ook een mystery met een randje eromheen. Hier ook mystery met een randje. Dan herken je gewoon van, yo, dit is een mystery. Alleen hier zit dus een vraagteken. En hier zie je het een soort van al doorheen. Een of andere manier is dat ook wel vet.
Gewoon dat je een beetje ziet wat het is ofzo. Maar het zijn sowieso zure matten. Oké, okay, de eerste. Kijk, we hebben dus deze. Ja. Of met een vraagteken er doorheen. Ik zal een vraagteken doen. Ja, zo? Dus dan zie je gewoon wat minder wat het is. Ja, want anders is de mystery er ook wel weer van. Dat is waar. Maar het zijn sowieso zure matten. Dat het zijn zure matten, maar je weet niet wat voor zure matten. En bij die andere zie je echt meteen al van bam, dit zijn de zure matten. Ja, dan zie je meteen... Kleurtjes kan je misschien een beetje inschatten. Van welke smaak het is. Is nog moeilijk, maar ik zou die vraagteken doen. Oké, okay, doen we met vraagteken. Ja. En dit is hem geworden. Ik heb hem toch ietsjes anders gemaakt, waardoor de vraagteken net wat mooier is. Want die vraagteken viel een beetje weg, dus ik heb het een ander lettertype gedaan. Hetzelfde als dit lettertype. En er een lijntje omheen gezet. Zo maakt hij toch net wat speelser. En zo is hij echt wel clean. Zo is hij zonder en zo is hij met. Zo zie je dus toch net niet wat het is. Maar stiekem weet je al wat het is. Want het zijn natuurlijk zure matten. En bij die andere mystery weet je echt niet wat het is. Dat kan zowel dieren zijn als ringen, als zuur, zoet, alles. Dus dat is echt mega mystery. Dit zijn uiteraard zure matten. Maar welke smaken? Daar moet je zelf achter komen. Hij staat te koop voor €1,99. En dat is echt een mooie prijs. We hebben hier de mystery boxen. En heel veel is de vraag. Wanneer komen die online? Er zit een probleempje aan. Iedere keer als we ze maken, zijn ze uitverkocht. Het is echt meteen pap gemaakt, maken we een stuk of 30, pap zelf nog uitverkocht. Dus we moeten er echt superveel maken. Mensen sturen ook mailtjes met, yo, €100 mystery box, ik wil de eerste zijn. Ja, komt die nog? Echt ziek hoor. Ik denk als we dat doen, dat gaat zo hard, dat is echt bizar. Mensen vragen er echt heel veel om. Laten we vandaag dan misschien even de focus, of nee, dat is dus lastig, we moeten natuurlijk video opnemen. Ja, daar zijn we lang mee bezig. Ja, daar zijn we lang mee bezig. Het zou mooi zijn als we even de focus kunnen leggen op mystery boxen. Gaan we dus volgende week doen. Het is straks weekend. Ja, in het weekend uploaden wij geen vlogs en maken wij ook geen vlogs. Dan genieten we ook eventjes van ons weekend. Een normaliter vlogger doet dat iedere dag. Wij niet. Wij zijn een beetje aparte vloggers. Wij bepalen weet je zelf wanneer we uploaden. Want weekly vloggers. Dat ook niet. Nee, dat ook niet deze. We maken een vlog wanneer we iets te doen hebben. En dan proberen we te vloggen, zakt het weer in, maar we pakken hem echt op, jongens. Maar ooit, jongens, komt hij op de GoPro mount. Zal ik eens even kijken hoeveel we er nog moeten, want het is echt close, hoor. Ja, volgens mij hoeven we echt nog maar 5k abonnees of iets in die richting. Het is echt... Ja. We zeggen het al jaren. Hier, 94,9k. Ja, jongens, klik even op het abonneerknopje, dan hebben we een nieuwe hangen. We hebben al ruimte overgelaten. Ja, toen maar we dat hadden we 2 jaar geleden al gedaan. En er staat ook echt als topcomment iets van poging 100 zoveel van weer de 100%. Ja, ja, 100% is... zeker. Maar ja, eerlijk, tel, we zitten de hele dag op kantoor. Ja, niet leuk. Is niet leuk. En we hadden zo'n mooie vlog, stond het geluid niet aan. Maar vandaag gaan we ook weer naar de kermis. Dus het is echt wel leuke vlogjes. En we hebben meer tijd doordat nu iemand anders inpakt. Dus er komen echt hebben wel we nog steeds niet laten aan. Zien, hè? Dat andere inpakken. We moeten sowieso nog pakketjes van Cars for You, want dat hebben we ook nog, jongens. Dat kunnen we nu even laten zien. Die kan jij mooi even dichtmaken. Oh, de kou, die moet dichtmaken. Want zoveel vragen met, is Sticker for You er nog? Is Carwash for You er nog? Ja, die is er ook nog, jongens. Ook dat is er nog, maar daar hebben we de focus niet op en dat promoten we niet echt. Maar dit zijn de orders. Deze had ook een sponge besteld. Is er helaas niet meer, komt ook niet meer, dus die heeft zijn geld teruggekregen. Oh ja, nice. En het geld, hetzelfde geld voor diegene. Oh, ja, die mist ook wat. Ja, het is echt, zeg maar... Het is chaos met Carwash for You. Ja, Carwash for You is, nou, wil ik niet zeggen dat we het verwaarlozen. Eigenlijk verwaarlozen het een beetje. We geven er geen tijd meer aan. We hadden natuurlijk dat snoep, dat ziet er eigenlijk toch wel veel leuker uit. En dit hebben we een beetje, want dat stond natuurlijk ook mooi hier. Maar dat hebben we een beetje zo hier weg verstopt een beetje. En het is ook een beetje een geldkwestie. Ja. Het is zo duur inkoop. Ja, de inkoop is zo duur. En dan stuur je een flesje op. PostNL die flikkert ermee. Komt die kapot aan. Moeten wij weer het flesje vergoeden wat inkoop misschien ook al voor ons €24 kost. Ja, het is echt bizar. Je pakt echt maar een paar euro's. Dan mag je blij zijn als het ook goed aankomt. Ja, dus dan op €100 pak je misschien 10%. Dus dan pak je €10 op. En denk je, nou, €10 is toch prima. Maar ja, dan mogen ze ook weer gratis verzending. Pakken we €3. Precies, en de huur en de vierkante meters. Die kast, noem dus het maar op. Gewoon... Het is bijna niet te doen. Nee. Maar het is wel leuk natuurlijk. Omdat we ook zelf onze auto schoonmaken leuk vinden. Maar qua verkoop, je kan het altijd bestellen. Carwashview.nl. Ja. Maar het is financieel niet slim. Je moet een paar ton omzetten. Maar ja, dat lukt niet met die wasspulletjes. Ja, het lukt wel als je je eigen markt hebt. Heb je meer winst, kan je een beetje stunten. Ja, wij kunnen en wij stunten ook met die prijzen. Want we zitten ook echt wel laag met Carwashview. Dus met McQuire. Gewoon verkoop voor inkoopprijs. Dat wij helemaal leeg zijn en dat we dan gaan beslissen, willen we doorgaan ja of nee. Misschien is dat een idee. Ja. Maar laat maar, weten, wat maar oprecht, zouden jullie doen? Er zit misschien maar €2 tussen de inkoop. Ja. Dus laat maar eventjes weten, wat zouden jullie doen in deze positie? Kenny for You begint nu ons kindje te worden, net als Pyro for You. Dat zijn twee prachtige dingetjes. Ja. Maar hier ook, we begonnen ermee en toen waren de winstmarges best wel prima. Gewoon prima te doen.
Maar nu is het zo duur qua inkoop, bijna de moeite niet meer waard. Nee. Dus dat is de reden van Car Wash for You. En we zitten weer in de auto. We hebben net een palletlevering gehad. Die hebben we even geleegd, maar dat zijn altijd zulke zware dozen. En we hebben niet eens de hele pallet kunnen uitladen. Nee. Maar de tweede lading anders we redden we het weer niet qua tijd. Altijd tijdtekort hebben wij. Ja, dat is echt bizar. Hè? Echt altijd. We moeten nu naar Beverwijk, naar de kermis. We moeten eerst nog naar het postkantoor. Om dan jullie nog dingetjes te kunnen laten zien en wat McQuire's producten weg te brengen. Ja, heel eerlijk, ik denk het laten zien gaat hem even niet worden hoor. Dat wordt te krap. Het is 10:50. We zouden eigenlijk 1:00 moeten vertrekken. We moeten daar nog heen. Het wordt 1:30. Ja, voor 6:00 thuis. Nee, die kermisvideo is heel belangrijk. Maar dat is echt gewoon een verloren dag geweest. Ja. Echt zonde. Ja, dus en de hele planning is nu verpest. Omdat we vandaag een hele andere planning hadden eigenlijk. Maar ja, dit komt helemaal te vervallen. Nou, snel rijden. Ja. Nou, het botenseizoen gaat weer beginnen hoor. Zo. Holy moly. Mokkenboot. Ja, een rare boot. Ja, het is niet iets wat wij zouden kopen. Zo, die vrachtwagen is ook vet trouwens. Heel sick. Ja, een boot. Die hebben wij ook, ergens. ergens. Geen idee waar. Nee. Maar lekker weer voor om te varen. Maar ja, dat is wel echt perfect. De ene boot die is niet af en de andere boot is ingenomen door de gemeente. Ja. 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 Ik durf er nog niet te veel over te zeggen, moet ik zeggen. Nee. Gek bezig hoor. Wat doet hij? Hij zat ook te filmen. Ja, maar hij ging nu heel goed. Hij zag het net op camera. Ja, pakt in één keer zijn telefoon erbij en filmt. En snijdt ons bijna af. Dat is bijna gevaarlijk. Je hebt gekke mensen in de wereld. Hij heeft zijn foto misschien. Dus, ja, gelukkig maar. Wat een ding. Wat een unit. Wat een mooi ding in de lucht. Ik krijg nu echt een déjà vu van die vorige vlog. Ja, dit hebben we allemaal al opgenomen inderdaad, zonder geluid. Ja, maar het blijft mooi, die vliegtuigjes. We hadden toen inderdaad ook al verteld van vet mooi en wij rijden geregeld langs. En voor velen is het bijzonder en we moeten er weer een keertje heen gaan. Nou, bij deze, we gaan er weer een keertje heen en vliegtuig spotten. Ja, ik wou net zeggen, want ik zei het toen ook in die video. Van, er is zo'n gast, die staat op Schiphol bijna elke dag. Die heeft een livestream en heeft zo'n dikke zoomcamera. En volgens mij heb ik dat filmpje hier. Oh, dit is een oude livestream. Maar deze gast die filmt non-stop van die piloten en dan steekt ze af en toe ook gewoon hun duimpje op als ze landen. Dat is echt lijp. Dat is echt vet. Dat is echt heel, heel lijp. Ik ga even tussen deze vrachtwagen achterna, want het is allemaal nog bezig met de vrachtwagen. En er wel bijna weer. Ja, dat is fijn. Dan ben je gewoon weer even naar de kermis. Weer even het is ook lekker weer hoor, dat is top. Ja, ik heb een zonnebrilletje op, het is fantastisch. Nou, lopen we weer hoor, op de kermis. De kermis. Het wordt druk. Het is natuurlijk Goede Vrijdag. Ja. Dus ik denk dat iedereen even mooi toch even een dagje naar de kermis gaat. Yo. En wij ook. We zijn dus druk bezig met het opnemen van de video. Even snel broodje halen. Ja. Want het is alweer bijna 4 uur. Het begint echt laat of druk te worden. Ja. Er blijven mensen binnenstromen. Maar het is echt wel leuk om te zien. Het weekend komt er nu aan, hè? Ja. Dus het is nu vrijdag. De kermis is altijd goed. Ja, dat is leuker ook voor de video. Zeker. Eerst waren we super rustig. Ja. Dus een kermis hoort gewoon druk te zijn. Een spin is ook druk. Oh, yo. Ja, tuurlijk. Top, alsjeblieft. Doei. Dus we gaan nu eventjes snel die kant op. We konden erheen lopen, hè? Ja, het was een of andere broodjeszaak. Geen idee. Moest maar heel lekker zijn. We zijn niet heel bekend in Beverwijk. Ondanks wat we op de kermis komen, komen we niet verder dan dat. Dus we gaan nu even snel broodje halen. Het broodje zit erin en het was echt een lekker broodje. Dit was echt een goede toko. Take a break in Beverwijk. Heerlijk broodje. Top, was echt lekker. Nou, en dicht bij de kermis. Dus wij lopen weer terug naar de kermis. En dan kunnen we meteen weer opnemen waar we gebleven waren. Bij de Coin Pusher. Hoppa. Oei. Ik heb een dag. Ja, het is echt niet normaal. Alsjeblieft. En hier ook kan je zien hoe vies die munten zijn. Ja, dat is echt niet normaal. Maar dat besef, zo vies is geld dus ook, hè. Geld is gewoon vies. Dit is clean. Handjes weer schoon, doekjes schoon. Ja, mooi. Let's go. Nou, we zijn nog steeds op de camera, nog steeds bezig met opnemen. We zijn bijna klaar, wordt nu geteld, want we hebben een aantal punten. Och, en het is veel, jongens. Check het hoofdkanaal voor die video. Ja, we wilden even flink knippen, maar ik heb nog maar 1 eurotje. Dus het geld is alweer op hier. Hey, ik zag daar die hele grote. Die hele van Mario, die willen we echt een keer knippen. Dat is echt mega. Jongen, die hangt er al gewoon bijna uit, joh, dit. Kijk dan. Het is 1 euro, toch? Ja, 1 euro is 1 keer knippen. Het is een dure grap, dit. Oké, ready? Ready. Close. Echt naar, joh, dat knippen heb je, dat is zo leuk. Ja, het is best wel verslavend. Zo'n kast zouden we echt op kantoor moeten hebben. Ja, hè? En dan met een elektrische step erin, of weet ik veel wat. Zulke lijpe dingen. En dan livestreams dingen met snoep, schepsnoep erin. Oeh, schepsnoep erin. Pak je
En hij is nog steeds bezig met tellen. Holy shit, dit duurt lang. Dit gaat heel lang duren. We zijn echt al een tijdje. Ja, het is al avond. Verwacht hebben. Zo, wat een dag. Het begint donker te worden al. Ja. Donkere lucht ook hier. We hebben de video helemaal opgenomen vandaag. Ja, we moeten straks weer eventjes naar een andere afspraak. Gaan we lekker weekend vieren. Ja. De vlogs komen na dit weekend zeg maar allemaal online. De maandag waarschijnlijk. Inderdaad, dus verwacht snel weer nieuwe vlogs online. Zeker. Want we blijven gewoon opnemen. Iedereen super bedankt. Like deze video eventjes en abonneer even. Abonneer inderdaad, die zeker. Zijn toppers. Later. Laters.